Goeiedag lieve mensen, welkom terug op mijn kanaal. Allereerst wil ik iedereen super bedanken voor de 100 abonnees. Ik ben daar heel erg blij mee. Ik had niet verwacht dat ik in zo'n korte tijd eigenlijk al zoveel abonnees erbij zou hebben, maar ik ben echt jullie heel erg dankbaar. Voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn, druk dan op de rode button van abonneer. Want bij 250 abonnees verloot ik dit deck van de Spirit Animals. Plus dat je kans maakt op een van de readingen die ik ga weggeven. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, meld je dan aan en vermeld dan even waarom. Je hoeft niet heel uitgebreid te doen, want misschien dat mensen dat lastig vinden. Dus, maar laat weten dat je je geabonneerd hebt. En dan ga ik intuïtief iemand of mensen uitzoeken wie eventueel de deck verdient. En wie kans maakt op een reading. Dus mensen, meld je aan. Voor deze gaan wij beginnen met de Twin Flame reading voor de mannelijke energie. En we gaan eens kijken wat hun bezighoudt en waar ze zich bevinden in hun energie. Oké, de eerste twee kaarten is de ridder zwaarden en de zeven zwaarden. De drie munten. Of pentakels, de staven 4, de staven koning en de koningin van de cups. Ik zie hier een aantal verschillende elementen, lucht, water, vuur en aarde. Eigenlijk liggen ze er allemaal. Dus kijk, misschien dat diegene dat in zijn horoscoop heeft of in zijn astrologie. Ja, dat. Maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre jullie dat weten. Maar in ieder geval, alle elementen liggen hier. Wat ik zie in het verleden, hij was een vrij snelle, bewegelijke energie. Dat zijn luchttekens vaak. Maar hij zat echt in een energie van in en uit je leven. Maar hij is weggegaan, dat zie ik. Hij is weggesneakt. En dat is natuurlijk niet fijn, want jullie zitten natuurlijk nu met een gevoel van waarom. Maar wat ik wel zie, hij is wel met zichzelf aan de slag gegaan. Hij is waarschijnlijk met financieel is hij iets bezig te creëren. Daar is hij heeft iets van de grond gezet, wat eigenlijk wel succesvol is. Je ziet hier ook, hij heeft de pentakel in zijn hand. Dus hij is bezig met creëren. En ja, wel, dit is natuurlijk een hele mooie kaart. Dit is eigenlijk de Twin Flame kaart. Ik trek hem vaker trouwens als ik deze reading doe. Dus dat is wel heel grappig. Maar hij is bezig met stabiliteit. Misschien dat hij op vakantie gaat. Of in ieder geval is hij wel goed bezig met zichzelf. Om zichzelf dus iets van de grond te krijgen. Dat kan ook dat het zijn met, op liefdesgebied. Maar het kan ook met werk zijn of dat hij gaat reizen of misschien een ontmoeting tussen jullie. Maar hij kijkt in ieder geval, want dat is wel grappig om te zien. Dit is de koning staven en je ziet ook dat hij eigenlijk op... dat vind ik altijd wel bijzonder, daarom gebruik ik dit deck ook. Want je ziet eigenlijk heel goed hoe de personen zich eigenlijk gedragen hier. En dat geeft voor mij heel een duidelijk beeld. Maar je ziet dus dat hij terugkijkt op hoe hij was. Dus... wat hij heeft gedaan, hij zat toen in een ander soort energie. Je ziet, dit is ook echt een man en dit was echt nog een jongen. Die eigenlijk niet goed wist wat hij wilde. Ze zijn wel heel scherp intellectueel, dus ze zijn snel van woord en ze weten heel goed dingen te zeggen. Maar het kan ook zijn dat hij een beetje bewegelijk was en dat hij dus eigenlijk niet goed wist wat hij wilde. En dat hij daarom is weggegaan, maar eigenlijk zonder iets te zeggen. Dus jullie eigenlijk een beetje... verlaten heeft achtergelaten zonder dat jullie waarschijnlijk wisten waar, waar hij mee bezig was. Maar je ziet, hij kijkt erop terug en denkt van is het wel juist wat ik heb gedaan? Dit is ook een hele vurige man, het zijn vaak vuurtekens. Maar hij kijkt er wel passievol op terug, op jullie... wat er is gebeurd, zeg maar. Daarom valt deze kaart ook, want hij vindt dat wel... Hij vond het wel een hele, of vindt het een hele mooie connectie, laat ik het zo zeggen. Maar hij was niet, waarschijnlijk was hij met andere dingen ook bezig. En was hij daarom zo, de ene keer in je leven en de andere keer niet.
Maar wat ik wel zie, je ziet de Queen of Cups. En hij wil wel liefde aanbieden. En wat hij is nu gewoon in een wat volwassener energie. En dat zie je ook. Hij is bezig met creëren en hij is eigenlijk wel goed bezig. En hij ziet dat hij wat hij heeft gedaan, dat het niet juist was. En daar is hij nu mee aan de slag. Dat voel ik heel erg. En ja, als je volwassen bent, dan kan je ook volwassen reageren. Dus dan kan hij ook de liefde aan jullie geven. Dus dat is ook wel heel mooi natuurlijk. Want hij is nu gewoon in een stabiele fase. Dus dat is natuurlijk prachtig. Want ja, vanuit daar kan je natuurlijk ook weer verder creëren. En hij ziet echt wel wat hij fout heeft gedaan. Dus hij is daar wel mee aan de slag gegaan. Dus dat is heel fijn, lieve mensen. Ik ga nog eventjes een kaart van de tweelingzielen deck trekken. En ga kijken wat Spirit te zeggen heeft. Of hij misschien. Ik laat dat vaak een beetje in het midden. Want ik doe dat eigenlijk op intuïtie. Nou, oprechtheid. Ten alle tijde blijf je oprecht en eerlijk tegenover je tweelingziel en jezelf. Dat is een boodschap van hem. Hij moet nu eerlijk zijn. En oprecht. En hij ziet ook oprecht dat hij gewoon niet iets heeft goed gedaan. Je ziet ook een bloem. Hij wil je eigenlijk die roos aanbieden. Die cup. En en je moest... Ja, moet ik dat zeggen? Jullie moesten ook eerlijk tegenover jullie zelf zijn. Want soms dan loopt het gewoon niet zo. En dan moet je ook een soort van loslaten. Maar hij ziet wel, hij is echt... Waarschijnlijk zijn jullie ook gewoon aan de slag gegaan. En ziet hij ook... Want vaak gaat dat in samenwerking. Als de een aan zichzelf werkt, dan helpt dat de ander ook. Maar ja, dat eerlijkheid duurt altijd het langst. En hij heeft ook gewoon ingezien dat hij gewoon niet goed bezig was. En dat waarschijnlijk gaat hij je dat ook vertellen. Dus dat als hij je weer ziet, dat hij inderdaad gewoon niet... zichzelf wil ik niet zeggen, maar soms ben je gewoon even niet in je element. En dan doe je soms dingen of zit je in situaties waardoor je eigenlijk niet oprecht kan handelen. Maar dat kan hij nu wel. En dat is natuurlijk heel fijn. Ga nog eentje... Maar ja, hoe mooi is dat? Dat hij gewoon stabiel is. En dat hij dus ook wel gewoon die commitment wil. Hè? Dus dat is prachtig natuurlijk. En dat hij ook echt inziet dat hij fout is geweest. Of dat hij in ieder geval weet dat hij niet goed bezig was. Bescherming. De kosmische kracht biedt je tweeling, ziel en jezelf onvoorwaardelijke bescherming. Ja, en dat heeft te maken dat als jullie niet bij elkaar zijn... je ziet hier een pad met bescherming. Maar iedereen moet zijn eigen pad bewandelen. Soms ben je niet bij elkaar, maar het is belangrijk dat je je eigen weg volgt. Dat je dus je eigen creaties gaat ontwikkelen en aan jezelf gaat werken... En nou ja, hij doet dat heel goed. En waarschijnlijk jij ook. Dus wat krijg je dan? Je wordt beschermd. En daarmee vallen de dingen weer op zijn plek. En dan komen jullie weer eigenlijk tot elkaar. En dat is natuurlijk heel mooi. Want onvoorwaardelijke bescherming is altijd mooi. Ook al zie je het niet. Er is altijd een energie om je heen die je gewoon beschermt. En soms voelt het natuurlijk niet zo dat dat zo is als je bijvoorbeeld in een rotperiode zit. Maar juist dan word je beschermd. Want er is altijd hulp. En ja, mocht het misschien eens een keer wat minder gaan, dan kun je daar ook om vragen. En dat is natuurlijk ook altijd heel bijzonder. Wat? Moeten we nog meer weten over de mannelijke energie?
Mocht je mijn video's nou leuk vinden, dan kun je altijd op het belletje drukken. En dan ontvang je een mailtje wanneer ik weer eentje upload. Let others a friend, let your friends help you. Ask and accept support from others. Nou, dat heeft ook weer een beetje met die bescherming te maken. Hè? Want waarschijnlijk heeft hij gewoon hulp gevraagd. En is hij bezig geweest en hebben ze gezegd tegen hem van... Weet je, het is niet zo oprecht wat je hebt gedaan. Het is niet echt fair. En het is misschien, kijk eens wat jouw aandeel daarin is. Dus en is hij daar gewoon mee aan de slag gegaan? En heeft hij ook gewoon gezien? En is hij inderdaad in die oprechtheid gekomen? Dat hij dus dat ook tegen jou... dat hij zichzelf in de spiegel aan moet kijken. En je ziet ook, hij kijkt echt die kant op. Hij kijkt van, wat heb ik eigenlijk gedaan? En ik moet gewoon wat liefdevoller met haar omgaan. Want dat verdient ze. En daarmee creëert hij dus gewoon een stabiele factor om jou die liefde ook te geven. Want dat kan alleen maar als alles stabiel is. Maar hij is daar echt mee aan de slag. En dus, hij heeft gewoon mensen gevraagd om daar dus... om hulp, om het zo maar te zeggen. En het kan zijn dat jij misschien ook wat hulp nodig hebt van mensen. Het is nooit erg om hulp te vragen, hè, mensen. Misschien ben je een beetje... Kijk, hoe mooie boodschap. Ben je een beetje verward door de connectie? Omdat die gewoon in en uit je leven is gegaan. Maar dat hoeft niet. Want deze kaart spreekt voor zich. Die zegt, diep in je hart weet je het antwoord al. Doe wat je voelt dat goed is. Dus hij zegt ook van, die connectie is er en dat gaat niet meer weg. Dus hij weet dat en dat wil hij ook tegen je zeggen. Maar ja, soms is het natuurlijk heel verwarrend, want als er geen contact is, dan is het... het is een hele mooie kaart natuurlijk, maar dat, je zoekt toch altijd een beetje om bevestiging. En dat snap ik heel goed. En, maar lieve schatten... Het ziet er hartstikke goed uit. Waarschijnlijk gaat hij gewoon die cup aanbieden. En gaat hij zeggen van... spreek vanuit je eigen waarheid. En kijk hieronder op. Ik denk aan je. En ik hou van je. Nou, hoe mooi is dat? Dit zijn hele mooie kaarten, want het is belangrijk dat hij in zijn element is, dat hij bezig is met stabiliteit. En of dat nou is met financiën of met liefde, maar weet je, het is, en voor jullie geldt dat natuurlijk ook, maar hij is in ieder geval daar heel goed mee bezig. Dus het kan best zijn dat hij binnenkort, dat je een berichtje krijgt of dat hij... dat hij zijn excuses aanbiedt voor hetgeen wat hij heeft gedaan. En spreek vanuit je eigen waarheid. Dus dat wil mij zeggen, probeer niet het vuur aan de schenen te leggen. Laat ik het zo zeggen. Want weet je, soms lopen dingen gewoon zo. En tuurlijk, als hij iets aangenaam, kan je dat zeggen... Maar doe het wel subtiel en ga niet er een strijd van maken. Want iedereen heeft natuurlijk zijn lessen te leren in het leven. En het is natuurlijk soms heel lastig om, om in een ander zijn hoofd te kijken natuurlijk. En vaak vrouwen willen altijd alles, willen graag controle hebben over dingen. Maar het is ook belangrijk om dingen soms los te laten. En eventjes dat hij zijn eigen pad heeft kunnen gaan. En dat resulteert dus dat hij dus wel echt bezig is. Dus lieve mensen. Dit is hartstikke mooi. Ik vind het,
het is super, ja. Ik ben er eigenlijk weer stil van. Soms heb ik dat, want dan is de energie zo mooi. Want het is gewoon mooi om te zien. Want ik heb ook al andere readings waar het gewoon zwaar is. En dan voel ik dat ook. Maar dit is gewoon een hele mooie gecreëerde... ze zijn bezig met hun energie om dat vooruit te brengen. En dat voel ik ook. En dat is heel prettig om te voelen. Want daarmee wordt het proces gewoon wat... wat gemakkelijker voor jullie ook. En voor hen ook. Dus dan is het ook fijn dat hij gewoon straks wel die cup aan kan bieden. Want dat komt er gewoon aan. En dan ook oprecht kan zeggen van... dat hij dus niet goed bezig is geweest. Of niet goed, wat is niet goed. Maar dat hij niet jou zo had moeten behandelen. Laat ik het zo zeggen. Dus lieve mensen... laat het me weten. Ik ben heel nieuwsgierig. Mochten jullie in zo'n situatie zitten, kan natuurlijk zijn dat het niet resoneert. Want niet elke tweelingziel zit natuurlijk op hetzelfde pad. Dus dat zeg ik erbij. Ik doe verschillende readings wel. Dus misschien dat er één bij zit die wel resoneert. Maar ja, je hebt natuurlijk zoveel energie en zoveel verschillende paren die mensen moeten bewandelen. Maar dit is de energie die ik nu op heb gepikt. Dus kijk of het resoneert. En wat ik zei, resoneert het niet? Kijk een van mijn andere Twin Flames readings. Misschien dat die wel resoneren. Voor nu wens ik jullie heel veel succes. Laat het me weten. Ik wens jullie heel veel liefde en kracht toe. Want het ziet er hartstikke goed uit voor jullie mannelijke tweelingziel. Dus... en ga zelf ook aan de slag. Als je nog stukjes hebt in je... Ga daarmee aan de slag en dat helpt hem ook weer te creëren. En dat helpt de connectie ook. Dus ga dan, doe dat. En voor nu wens ik jullie een hele fijne dag. Mochten jullie het leuk vinden, druk dan even op het belletje. Dan krijg je dus de video's in je mailbox. Mocht ik er weer een uploaden. Doeg, doeg!